asbest bij grote brand in Overvecht. Utrechts raadslid krijgt geen geheime stukken meer. En hoogbejaard liefdespaar stapt in het huwelijksbootje. Goedenavond, donderdag 5 februari. Dit is U Vandaag. Mag een man die een conflict voor de rechter uitvecht met de gemeente zelf in de gemeenteraad zitten? Het gebeurt in Utrecht en een speciale commissie deed onderzoek. Op de redactie staat Floris Brenger. En het onderzoek spitst zich onder meer toe op raadslid Wim Oostveen. Hij is al jarenlang actief in het wasgoed in Utrecht en ook daarbuiten. En ze vroegen zich af, welke petten heeft meneer Oostveen eigenlijk op? Floris, dankjewel. Zometeen meer, nu eerst ander nieuws van vandaag. De vakbonden en geldtransportbedrijf Brinks zijn eruit. Na maanden van onderhandelen en actievoeren hebben ze overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor de 600 medewerkers die hun baan verliezen. De bonden zijn er alleen niet in geslaagd om ervoor te zorgen dat ontslagen werknemers bij andere transporteurs worden ondergebracht. De man die in het Utrechtse Overvecht een andere man beschoot is veroordeeld tot 3 jaar cel. De twee zouden vorig jaar voor een café aan de Medusa-dreef hebben gevochten. Bewezen is dat de dader daarna achter de man aan is gegaan en hem van dichtbij heeft neergeschoten. Het slachtoffer overleefde de schietpartij wel. Baren had geen toestemming mogen geven voor de aanleg van een baggerdepot aan de Achter-Eemlandweg. Ruim een jaar geleden bepaalde de rechter nog dat het depot er mocht komen. Maar Stichting Behoud de Eemvallei was bang voor natuuraantasting en stapte naar de Raad van State. Die geeft de stichting nu gelijk. Brothers in Bunnik stopt vanaf volgende maand met de vaste wekelijkse feesten. Het bedrijf gaat zich alleen nog richten op grote evenementen. De wekelijkse disco zou niet meer van deze tijd zijn. Brothers werd de afgelopen jaren 3 keer uitgeroepen tot populairste uitgaanslocatie van ons land. Bij de opening in 1997 werd het bedrijf in één klap de grootste discotheek van Midden-Nederland. Een ontplofte oliekachel is waarschijnlijk de oorzaak van een grote brand in het Utrechtse Overvecht. Een brand vannacht met grote gevolgen. Het appartement is verwoest en de omliggende huizen hebben ook veel schade. Meerdere bewoners van de flat moesten naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Tot overmaat van ramp is er ook nog asbest vrijgekomen. De schrik zit er dan ook goed in. Toen werd er dus heel hard geschreeuwd, raam dicht en weet ik het allemaal, ik schrok mij gewild. En net dat ik hem dicht doe, zie ik een zee van vuur langs mijn raam afschieten. Bewoners van de flat aan de Centaurusdreef krijgen om 1:30 s'nachts de schrik van hun leven. Op de 6e etage breekt brand uit en het vuur grijpt razendsnel om zich heen. Schrik me kapot, ik vraag wat ik moet doen. Nou, ik moest binnen blijven. Maar ja, ik heb mijn jochie wakker gemaakt. En ja, die zit te janken, want ja, heb je nog nooit meegemaakt. En ja, het is gewoon schrikken, je weet niet waar je moet. Je kan geen kant op. De brandweer rukt groot uit, want de kans bestaat dat het vuur overslaat naar andere woningen. Al snel gaan geruchten dat het vuur is ontstaan door een ontplofte kachel. De brandweer is de exacte oorzaak nog aan het onderzoeken. We denken nu, maar dat is onbevestigd, dat het om een oliekacheltje van een bewoner gaat. Maar dat wordt allemaal nog onderzocht. Verschillende bewoners worden geëvacueerd en brengen de nacht door in een sporthal. Om 11:00 ochtends mag Evelien haar huis weer in. Zo, hier ruik je dan. Het trappenhuis heeft veel waterschade opgelopen, net als de woningen onder de brand. Vanaf de buitenkant is goed te zien dat ook veel woningen rookschade hebben. De bewoners van de flat waar de brand ontstond zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zover ik weet zeiden ze ook dat er gelukkig niks aan de hand was met ze, maar ze moesten wel allemaal naar het ziekenhuis. Dat is een gezin van 7 man. En tot overmaat van ramp blijkt ook nog dat er tijdens de brand asbest is vrijgekomen. In de gevel van heel veel gebouwen zit asbest in. Dat zit ook hierin. Dat kan geen kwaad. Maar als er brand komt, dan kan het vrijkomen en dan moeten we het netjes weghalen. Hoeft mensen geen zorgen over te maken, maar het moet wel weg. En dat zijn we aan het doen. De hele middag zijn er mannen in witte pakken bezig met schoonmaken. Bewoners kunnen nu hun huizen weer in. De bewoners die hun huis niet meer in kunnen, worden tijdelijk ergens anders ondergebracht. Het herstellen van de schade gaat nog lang duren. Een man die al jaren rechtszaken met de gemeente uitvecht over bouwgrond komt na de verkiezingen zelf in de gemeenteraad. En daar ziet hij alle geheime stukken van de gemeente. Toch, zegt Wim Oostveen, want daar gaat het over dat hij altijd integer is geweest. Zijn zakelijke belangen heeft hij altijd gescheiden gehouden van zijn werk voor de gemeente. Een onderzoekscommissie geeft hem daarin nu gelijk. Vanaf het begin van deze raadsperiode was duidelijk dat bijvoorbeeld meneer Oostveen door zijn nogal omvangrijke vastgoedpositie, dat iemand is die extra aandacht verdient. Niet zozeer als vastgoedondernemer, niet zozeer als raadslid, maar wel in die combinatie. In de eerste plaats zijn wij van mening dat er eigenlijk geen vormen van onaanvaardbare belangenverstrengeling
voordoen op dit moment in de gemeenteraad van Utrecht. Het is een tweemansfractie. Meneer Oosten wil de stukken nu niet meer zien. Maar meneer Bos gaat naar de wc, laat het stuk op tafel liggen, dan heeft hij de stukken alsnog. Dat zou best kunnen. Alles kan. Kijk, je bent niet opgewassen tegen een rotte appel. Maar ik denk dat deze raad met deze afspraken, met deze aanbevelingen, gewoon zijn stinkende best blijft doen om integer te zijn. Geen schijn op te wekken van belangenverstrengeling. En deze afspraken kunnen echt werken. Onze aanbeveling op dat punt is dat het ons eigenlijk onverstandig en ook ongewenst lijkt dat de heer Oostveen betrokken is bij zaken, althans actief betrokken is bij zaken die direct zijn BV's betreffen en zaken die dus dan in de raad of in de commissies aan de orde zijn. Gaat u daar als fractiegenoot daar ook geen kennis van nemen van die stukken? Jawel, daar ga ik wel kennis van nemen. En dan is het natuurlijk de logische vervolgvraag, ja, maar ga je dat niet delen met de heer Oostveen? Nou, als raadslid lijkt me dat niet zinnig. Het lijkt me niet zinnig om die informatie te delen met de heer Oostveen. En dat zou ik dan ook van afzien. We praten verder met Floris Prenger. Ja, Floris, we zagen de heer Oostveen net al even in het filmpje. Wat zegt hij hier zelf eigenlijk over? Ik was vanmiddag bij die bijeenkomst en Oostveen kwam binnen. Toch een tikje zenuwachtig, denk ik, ging samen met fractiegenoot Bos op de achterste rij zitten en hoorde toen het oordeel van die onderzoeksrapportage aan. Ik ben natuurlijk benieuwd wat hij er zelf van vond, dus ik stapte na afloop op hem af en hij zei daar het volgende over. Voor mij maakt het niet uit, want ik wil het ook niet zien. We zijn er heel duidelijk in, maar Kees Bos zegt, ik ben raadslid, ik heb er recht op. Voor mij mag de gemeente zeggen, doe het allebei. Dat ze allebei die stukken nemen. Kees Bos zegt gewoon, ik ben integer, ik heb geheimhouding beloofd. Dus ik heb gewoon recht op de stukken. Maar voor mij mag dat. Dus dat geeft al aan dat ik dus heel integer ben. Ja, of wij zijn allemaal heel naïef. Nee. Je mag me zo volgen. En zeg maar, als je naar het rapport kijkt, daar staat in dat ik ben nou een jaar zit ik in de raad. Al gedurende meer dan een jaar is er geen enkel bewijs dat ik ook maar iets verkeerd doe. Nou, wat wil je er meer? Ja, nou, integer of niet, hij krijgt niet meer alle stukken. En kun je dan als raadslid wel functioneren als je niet alle informatie hebt? Ja, je zou daar twijfels bij kunnen stellen. Maar je kunt je ook afvragen of het daadwerkelijk zoveel effect heeft. Want ik noemde het gechargeerd misschien een beetje een wassen neus, dat rapport. Want je hoort mij Bos ook vragen van, ja, als die stukken ergens rondslingeren, gaat Oostveen dat dan niet bekijken? Nou, ze zeggen beide, dat gaan we niet doen. Maar ja, je kunt je wel voorstellen dat bepaalde stukken die behandeld moeten worden, dat ze daar dan geen kennis van nemen, dat ze dan het debat moeten verlaten. Of dat ze daar niet actief aan deelnemen. Dus het zou inderdaad zo'n raad functioneren als raad dit wel een beetje kunnen beïnvloeden. Maar er zijn nog genoeg andere zaken waar beide heren hun energie op kwijt kunnen. Ja, dat onderzoek wat vandaag is gepresenteerd ging trouwens niet alleen over Oostveen, hè, maar ook over eigenlijk iedereen die in de gemeenteraad zit, toch? Ja, de onderzoekscommissie noemde Oostveen wel de aanleiding, maar dit onderzoek geldt voor alle raadsleden. Dus als je als raadslid een extra functie hebt naast je bestaan als gemeenteraadslid, ja, dan zou je in het vervolg wat beter kunnen worden bekeken door de hele gemeenteraad. Want ze gaan nadrukkelijker op zoek naar integriteitsvraagstukken binnen de gemeenteraad. Dus als je twee petten op hebt, berg je dan maar. Floris, dankjewel. Zometeen leusdenaren zijn glibberen en glijden helemaal zat. En waarom lachen, zelfs op commando, goed voor je is. De rel rond borstvoeding in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein blijft de gemoederen bezighouden. Op onze website komen veel verontwaardigde reacties binnen. Aanleiding is een voorlichtingsavond in het ziekenhuis. Ja, bij die avond zou gezegd zijn dat je je kind niet de liefde kunt geven die het nodig heeft als je niet de borst geeft. Het Antonius reageert geschrokken op de uitspraken en neemt er afstand van. Maar daarmee is de kous nog niet af. Na onze uitzending van afgelopen dinsdag loopt de website vol met reacties. Dit soort uitspraken zorgt ervoor dat er onzekerheid en gespannenheid ontstaat bij verse moeders. Ik heb bewust voor flesvoeding gekozen en ik zou minder liefde geven? Waar gaat dit over en hoe durft iemand zo'n uitspraak in de mond te nemen? De borst of toch de fles? Heitske krijgt op een voorlichtingsavond in het Sint-Antonius ziekenhuis over zwanger zijn te horen dat flesvoeding slecht is voor baby's. Dat als je geen borstvoeding geeft, dat je je kindje niet de liefde kunt geven die het nodig heeft. Omdat je veel minder contact hebt dan als je borstvoeding geeft. Nou, dat vind ik ook flauwekul. Ik denk dat dit soort voorlichtingen vaker gegeven worden. En misschien niet in deze bewoordingen. Maar er wordt wel erg aangestuurd dat borstvoeding het beste is. En dat dat per se moet.
Desiree Hoving schrijft voor onder andere Het Parool en Ouders van Nu. Ze publiceert veel over baby's en het moederschap. Daarbij ervaart ze ook de grenzen van de wetenschap hierover. Er zijn wel goede onderzoeken, maar er zijn veel meer slechte onderzoeken. En die worden voornamelijk gedaan naar vrouwen die toch al hoog opgeleid zijn en gezond eten. Waardoor de baby's ook automatisch een hoger IQ hebben en gezonder zijn. Dat heeft niks te maken met borstvoeding aan zich. Bij het Antonius Ziekenhuis krijgen zwangere vrouwen ook een factsheet mee. Deze tips leiden kerstverse papa's en mama's door de eerste fase van het ouderschap. Ik vind vooral de voordelen voor de baby nogal overschat. Vooral die betere ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel is gewoon niet waar. Dat is niet aangetoond. Dat punt van die persoonlijke waarde voor de moeder vind ik heel jammer. Want het is de maatschappij die het oplegt aan de moeder om borstvoeding te geven. En het is de maatschappij die dat heel erg waardeert. Maar de baby die waardeert het net zozeer als de moeder flesvoeding geeft. Ja, we praten verder met onze eigen dokter Felix. Welkom. Ja, waarom gaan die borstvoedingsdeskundigen soms zo ver om een moeder te overtuigen om toch maar borstvoeding te geven? Ja, even vanuit hun oogpunt. Ik denk, als je lactatiekundige bent, dan is dat je vak en je passie. En ik moet zeggen, er zit een hoop passie vaak bij de lactatiekundigen. Ja. En die willen graag een passie overbrengen aan de kerstverse moeders. Maar borstvoeding is maar een onderdeel van het totaal. Dus als je het nu hebt over borstvoeding en je vraagt aan mij op het onderdeel borstvoeding, vind jij het ook dat borstvoeding gegeven moet worden aan pasgeborenen? Ja. Dan zeg ik ja. Want dat is gewoon het beste. Dat maar is het meest natuurlijke. Het is goed, maar ze gaan heel ver. Want die uitspraken die we voorbij horen komen. Maar dat probeer ik heel eventjes uit te leggen. Omdat ik denk dat zij uit hun passie zeggen: nou, borstvoeding is het beste. Als dokter zeg ik ook: borstvoeding, ja, zonder twijfel, is het beste. Het is gewoon het meest natuurlijke, borstvoeding. Maar als je dan daar een aantal andere dingen aan koppelt, van dat het beter is voor de hechting van moeder en kind, en het is beter dit en beter dat, dan ga je boekje te buiten. Want het is, zeker als arts, en ik heb al eerder gehad, we hebben het wel een keer eerder gehad over borstvoeding, het gaat over het totale plaatje van moeder en kind. Ja. En wat is het allerbelangrijkste? Dat is dat het kind aan de ene kant goede voeding krijgt, maar dat die hechting tussen moeder en kind ook goed gaat. En dat betekent dat, wat ik vaker zie, is dat moeders proberen het. Die krijgen dan ook begeleiding van een lactatiekundige. Met die lactatiekundige kunnen ze een heel eind uit de voeten. En gelukkig komen daardoor moeders vaak heel goed uit de voeten. En ontstaat er een hele mooie band. Krijgt het kind borstvoeding, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn ook een aantal moeders, daar is het een gevecht mee met het kind. En wat je dan ziet is de aversie tegen het borstvoeding geven. En dat ze eigenlijk denken van, oh, daar komt ze weer. Dan moet ik weer. Dan moet ik weer. Ja. Nou, dat zijn de verhalen die we ook vaak horen. En dan krijg je dat een lactatiekundige zegt van, ja, maar het is toch het allerbeste en dit en dat. En daar ben ik het pertinent niet mee eens. Mag ik heel even terug naar het begin? Stel, we zetten twee flesjes naast elkaar. Een moedermelkflesje en een flessenmelkflesje. Ja. Wat is het verschil nou precies? In moedermelk, en zeker van je eigen moeder, zitten antistoffen die eigenlijk precies qua DNA en dat ze nu afgestemd zijn voor het kind. Dus in dat opzicht kan je zeggen van ja, we weten dat vaak moedermelk net even wat meer geeft tegen bepaalde ziektes, net even meer weerstand. Ook al, en dat zei die wetenschapper ook al, zijn de onderzoeken daarna af en toe wat dubieus. Ja. Maar neem nou even gewoon dat het net even wat beter is ten opzichte van flesvoeding. Dan kies je voor het meest natuurlijke. Dus zonder twijfel zou ik dan kiezen voor borstvoeding. Ja. Maar er komen een aantal omgevingsfactoren bij waarvan ik zeg van ja, dan als het echt stress wordt in de tent en binnen het gezin ontstaat stress, dan moet je naar het geheel kijken. En dan heeft die flesvoeding zeker voordeel boven de borstvoeding, omdat het dan beter is voor moeder en kind en voor het hele gezin en voor de rust. En waarom denk je dat sommige lactatiedeskundigen dan toch nog proberen door te pushen om het toch maar door te laten gaan? Ja, nou ja, dat vind ik echt zo zonde. Want in feite denk ik dat ze het goed bedoelen. Ik denk ook bij het Antonius. Alleen als je het dan hebt over hechting. Hechting ontstaat op verschillende manieren. En als jij een flesvoeding geeft en je hebt het kind tegen je aan en je bent lief tegen en je geeft liefde, want daar gaat het uiteindelijk over. Het gaat over dat je je kind liefde geeft en dat hij dat ook ervaart. Dat kan ook met flesvoeding. En als jij dus een aversie krijgt door middel van borstvoeding en je denkt van, nou, daar hebben we dat rotkind weer, want die komt weer en dat wordt weer een strijd.
ja, dan heeft het pertinent geen zin om dan borstvoeding te geven. Maar jij krijgt als huisarts heus heel veel huilende, net geworden moeders aan je bureau. Adviseer jij echt wel eens stap maar over op een fles? Ja, adviseer ik. Ja. Maar dat doen we meestal, want wij hebben ook lactatiekundigen bij ons in de wijk. De verloskundigen hebben daar contact mee. Ik vind gewoon primair dat je gewoon dat moet gaan proberen. Ja. Want ik vind het af en toe ook dat het alles te gemakkelijk is van, joh, het komt me eigenlijk niet uit en ik geef maar fles. Dan denk ik, ja, nou ja, goed, we weten dat het is toch een tweede stap om naar flesvoeding te gaan. Primair is borstvoeding gewoon beter. Probeer het. Het is ook hartstikke mooi als het wel lukt, want ja, je hebt daar inderdaad gewoon niet. En je hebt het altijd bij je. Het is natuurlijk ook wel heel makkelijk, het is goedkoop. Dus in dat opzicht zijn er ook heel veel praktische voordelen aan borstvoeding. Maar om het altijd te zeggen dat het maar borstvoeding moet zijn, dat gaat mij te ver, omdat er heel veel andere stappen nog zijn die er ook bij horen om een hechting tussen moeder en kind tot stand te kunnen brengen. Maar probeer het wel. Probeer het wel. Oké, Felix, dankjewel. Graag gedaan. Na een flinke klus ziet de liniedijk in Leusden er weer net zo uit als vroeger. De loopgraven uit de oorlog zijn weer zichtbaar, de wilgen zijn geknot en je kunt de dijk nu zelfs beklimmen via een stenen trap. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar er is ook heel veel kritiek. Na een regenbui veranderen de loopgraven in een modderpoel en als je niet oppast glijd je als wandelaar zo onderuit over die nieuwe trap. Tegenstanders willen dat alles weer wordt teruggedraaid. Dit is gewoon een project. Jammer, het is mislukt. En kom er dan gewoon vooruit, dan is iedereen gelukkig. Veel wandelaars zijn er helemaal klaar mee. De opknapbeurt van de liniedijk in Leusden heeft volgens de gebruikers van het pad alleen maar ellende opgeleverd. De dijk speelde een belangrijke rol in de oorlog. Om dit te onderstrepen zijn er loopgraven aangelegd voor wandelaars. Die zouden sowieso al slecht toegankelijk zijn, maar bij nat weer komen ze al snel vol water te staan. Op weg, u ziet hier het resultaat van het graven van greppels. Ik zie maar dat het water erin staat. En dat is natuurlijk ook als je project begint, dan neem je een aantal dingen voor. En we hebben hier een loopgraaf aangebracht en er gaat nu water in staan. Nou, we hebben met elkaar met heel veel inwoners hier rondgelopen. Een aantal plekken gezien waar water staat. En daar gaan we een oplossing voor bedenken. Die oplossing heeft het actiecomité al lang bedacht. De enige oplossing wat het actiecomité betreft is het dichtgooien van de greppels. Het verwijderen van de gevaarlijke trappen en de natuur herstellen. De trappen waar Hans Smit op doelt zijn juist aangelegd om de dijk beter op te kunnen komen. Gevolg van deze stenen trappen is dat een heleboel mensen ook die slechte been zijn met name, en mensen met een visuele handicap bijvoorbeeld, dan hebben we verschillende reacties van, dat die deze trappen niet durven nemen. En als zodanig is de dijk redelijk ontoegankelijk geworden voor deze mensen. Daar denkt de wethouder toch echt anders over. Ik vind dit wel een ordentelijke oplossing. Dat hebben we ook gedaan om de dijk ook in stand te kunnen houden. Want die werd steeds vlakker, het stand zich steeds verder naar beneden. We zijn het dus niet eens met nee, maar wethouder. Je kunt toch zien, kijk, hier kun je toch lopen. Hè? Hier is niks aan de hand. De wethouder heeft tijdens de wandeling alle opmerkingen aangehoord. Op korte termijn zal hij met oplossingen komen om de dijk beter begaanbaar te maken. Dat wel, maar Leusden gaat in ieder geval niet alles terugdraaien naar hoe het daarvoor was. En over andere oplossingen, daar valt wel dus over te praten. Gaan we verder met Utrecht Nieuws uit andere media met een spectaculair droomfilmpje op YouTube. Ja, in het filmpje zien we dat er voor de bouw van het nieuwe Leidse Rijncentrum nog aardig wat werk verzet moet worden. Meer dan 130 winkels en 15 restaurants, cafés en koffiebars moeten er komen in het centrum waar nu zo hard aan gewerkt wordt. 8 maanden geleden ging de eerste paal de grond in en het ziet er inderdaad nog troosteloos uit, maar ze hebben ook nog wel even hoor. Het centrum moet namelijk pas in 2018 opgeleverd worden. De beelden vanuit de lucht waren natuurlijk wel spectaculair. Ja. Bij RTL Late Night zien we de in Utrecht geboren actrice en zangeres Birgit Schuurman. Ditmaal in een nieuwe rol, namelijk die van klinieclown. Snap het, dat klopt. Ik ben je eigen privé klinieclown. Ja. Ja, het is niet alleen grappig bedoeld, want dit filmpje maakte ze voor Louise Schiefmacher, de vrouw van de bekende tattoo-koning. Zij lag in het ziekenhuis met kanker, maar dankzij een levertransplantatie gaat het een stuk beter. Louise Schiefmacher vertelde dat juist dit soort filmpjes haar door een moeilijke periode hebben geholpen. Omdat het haar deed beseffen dat veel mensen om haar geven en aan haar denken. Ja, als Birgit Schuurman zou ik wel denken, dit was eigenlijk een privéfilmpje. En dat ziet maar wij hebben hem toch hier, ja. Ja, dan gaan we naar snowboardster Nicolien Sauerbrei uit de Hoef. Die gaat meedoen aan een nieuw BNN-programma. Ze zijn onderweg, 10 BN'ers. Mensen die bekend zijn geworden omdat ze fantastisch kunnen snowboarden. Ja, dit is de trailer van het programma De Zeven Zeeën. Samen met collega BN'ers en gesteund door Greenpeace gaat ze zich sterk maken voor gezonde oceanen. En strijdt ze tegen bijvoorbeeld overbevissing en plastic soep.
En uiteindelijk verdient één van de deelnemers de titel beste actievoerder voor de bedreigde zeeën. En het programma is vanaf eind volgende maand te zien. Lachen, dat kan op veel manieren, van een zuur glimlachje of een niet te stoppen slappe lach. En ook dat bekende boer met kiespijn lachje. En wat blijkt nou? Lachen is ook nog eens gezond. Ja, echt, want wist u dat lachen volgens kenners zelfs uw organen masseert? Zo zou veel lachen goed zijn voor uw lever. En u wilde ook wel eens iets liefs doen voor uw lijf, want de lachtherapie is vandaag de keuze van de kijker. Nou, ik heb slecht geslapen vannacht. Ik stond een uur in de file en belandde toen ook nog in een sneeuwstorm. Kortom, degene die mij vandaag aan het lachen krijgt, die mag wel van een hele goede huis komen. Toch schijnt er op de gezondheidsbeurs een bijzonder vrolijke man te staan die mij weer helemaal kan laten stralen. Ik geef hier een lachworkshop. Lachen is ontzettend gezond. Het maakt endorfine aan, daar word je heel blij van. Het breekt stresshormonen af. Je wordt heel vitaal van lachen. En lachen zorgt voor enorme verbinding tussen mensen. Op de beurs kun je advies krijgen over bewegen en voeding. Maar daarnaast kun je dus ook een lachworkshop doen. Want ook lachen is heel gezond. Zomaar niks. Ik heb één vraagje. Want is spontaan lachen nou niet veel gezonder dan op commando lachen? Ja, zeker. We gaan ook spontaan lachen. En dat brengen we wel op gang. We zetten de lach aan in onszelf. Op een gegeven moment komt die spontane lach en dan steken we elkaar aan. En dat werkt. Ontdek het maar. Laten we dat maar doen. En na een half uur in therapie bij Marnix heb ik complimentjes gehad. Ben ik zogenaamd jarig geweest? En heb ik dieren nagedaan? Dat is de hele boerderij, hè? Dus uiteindelijk is zo'n lachworkshop heel zo gek nog niet. Nou, volgens mij is het gelukt. De lach zit op mijn gezicht. Hey, als ik het dus goed begrijp, dan ben jij nooit chagrijnig. Ik ben wel eens chagrijnig, maar ik weet dat ik altijd terug kan naar mijn lach. Oké, nou, ik heb in ieder geval weer energie voor 10. Dus, gaan we door naar de keuzes voor morgen. Dan kunnen we wegdromen. Nou, hier heb je hem bij hele mooie auto's in Amersfoort. Daar worden de auto's namelijk via internet geveild. Maar een auto moet je natuurlijk ook voelen en ruiken. En daarom mogen we morgen eerst even komen kijken. En we kunnen ook naar het Groene Hart. Daar zoeken ze vrijwilligers die meehelpen om hoogstamfruitbomen te snoeien. Wij kunnen langs om te zien hoe ingewikkeld dat nou is, zo'n boom snoeien. En het gaat goed met de aanleg van het Parkbos De Haar. De vijvers worden op dit moment uitgegraven en er zijn her en der deze week ook al wat bomen geplant. Het is dus tijd om eens te gaan zien hoe het eruit gaat zien. En waar we naartoe gaan, dat mag u bepalen door te stemmen. En dat kan op onze site rtvutrecht.nl. En u heeft tot morgenochtend 9:00 de tijd. Ja, we gingen deze week al even bij ze op bezoek. Theo en Dickie uit Amersfoort. Ze zijn hoogbejaard, maar ze voelen zich nog tieners. En ze leerden elkaar kennen op een cruise. En ja, van het een kwam het ander. Inmiddels is Theo 94 en Dickie 85. Maar absoluut jong genoeg om vandaag te trouwen. Een sneeuwwitte bruidsjurk. Dickie heeft vannacht amper geslapen. En dat terwijl ze niet eens een vrijgezellenfeest had. Met vriendinnen dan. Ik heb nog een feestje gehouden met mezelf. Wat neuten genomen. Vandaag is hun grote dag. Ze trouwen in het stadhuis van Amersfoort. Hier is oma. De mediabelangstelling voor het huwelijk is enorm. Want zo vaak trouwen twee hoogbejaarden niet. Dus een bezoekje van de burgemeester is wel op zijn plaats. Oh, u bent de burgemeester? Ik ben de burgemeester. Oh, ja, maar dat wist ik niet. Want dat... Als iedereen zit, is het grote moment daar. Na de volmondige ja van Theo, ja, is het de beurt aan Dickie. Wat is daarop jouw antwoord, Dickie? Even aan mijn moeder. Het lijkt toch nergens op. Oh. Dat kun je toch niet zeggen? Wat is daarop jouw antwoord? Ik weet de verhaal niet eens meer. Maar ze heeft echt ja gezegd. En dan mag er gezoend worden. Tot grote teleurstelling van het bruidspaar zijn de kinderen van Theo en Dickie er niet bij. Zij zouden niet echt staan te springen om hun ouders opnieuw te zien trouwen. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Twee kleinkinderen van Dickie zijn er wel bij. Het is aan de ene kant heel raar, maar ik vind het wel heel erg leuk. En, ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Het is gewoon super. Het kersverse bruidspaar straalt en is gelukkig. Het trouwboekje maakt het allemaal echt officieel.
Oh, maar er kunnen ook nog een heleboel kinderen in. Er kunnen nog een heleboel kinderen bij gesneden. Ja, dat is leuk. Werk aan de winkel voor Theo. De witte broodsweken van het bruidspaar Hooymans zijn vandaag ingegaan. Nou, ik vind het prachtig en je zou er spontaan meer vertrouwen van krijgen in de liefde. Ik vind het helemaal geweldig. Nou, laten we tot slot nog even kijken naar het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen en bij een matige noordenwind koelt het af tot -3. Morgen begint fris, later zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het wordt maximaal 2 graden, maar door de noordoostenwind voelt het wel meteen een stuk kouder aan. Het weekend is het droog en bewolkt. Het lijkt dan ook even gedaan met de winterse temperatuur. Er is geen nachtvorst meer. En overdag stijgt de temperatuur tot 7 graden. En het winterse weer levert ook mooie plaatjes op. Zoals deze van Ab Donker. Hij maakte deze foto net over de provinciegrens in Buurmalsen. Heeft u ook mooie foto's gemaakt van het weer? Stuur ze op naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Ja, wie weet ziet u ze dan wel weer terug hier in de uitzending. Dat kan morgen al, want dan zijn we er weer. En kijk in de tussentijd voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. Heel graag tot dan. Fijne avond nog. Dag.